Ciao a tutti, benvenuti nel Cycling Podcast di At Newsblad. Oggi Ilio Case parlerà a riguardo della mia bellissima vittoria nella Milano-Sanremo del 2006. La Milano-Sanremo, secondo me, è la corsa più bella del mondo perché è come una bella donna. È difficile da avere, ci vuole un sacco di tempo per arrivare alla fine, ma quando si arriva al risultato finale è davvero una cosa eccezionale. Quindi buon podcast a tutti. Beter dan deze ex-winnaar zou ik het zelf niet kunnen zeggen. Milan-Sanremo, een koers als een mooie Italiaanse vrouw in lentejurk. Moeilijk te veroveren, maar des te mooier als het dan wel lukt. Gelukkig niet in lentejurk vandaag, Jan-Pieter. Collega bij het Nieuwsblad, collega reporter bij het Nieuwsblad. Dag Jan-Pieter. Hallo. Hoeveel keer heb jij Milan-Sanremo ter plekke mogen verslaan? Ik ben de tel kwijt en dat is raar, want het zijn er niet zo heel veel. Ik denk 5, 6 of 7. Ik weet ja. niet meer. En dan bij ons ook Ilio Keijse, renner van de Koning Quickstep. Hoe vaak stond jij aan de start in Milan-Sanremo? Helaas geen 7 keer. Slechts 2 keer, maar ik had het wel nooit vergeten. Oké. Dan hebben we de perfecte gasten om eraan te beginnen. Dit is De Koers is van ons, de nieuwe podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Het Nieuwsblad podcast. De Koers is van ons. Dag Ilio, blij jou bij ons te hebben. Of moeten we eerder zeggen, blij dat we bij jou mogen zijn, want jij hebt ons uitgenodigd. Vertel eens, waar zitten we? Ja, natuurlijk bij mijn vader in het café. Dus laat ons zeggen, gemengd. Hè. Blij dat ik erbij ben. En ik zou zeggen, welkom hier in een leeg café. Want dat is eigenlijk wel een beetje het trieste aan het gebeuren. De dag van vandaag is dat het café al bijna een jaar leeg staat en dat er niks te gebeuren is of te gebeuren valt. Dus vandaar ben ik heel blij dat jullie naar hier kunnen komen, zodanig dat er toch een klein beetje beweging is. Ja, het is echt raar, want ik kom hier zelf ook. Hè. Normaal gezien altijd bedrijvigheid. Het is echt raar om hier nu te zijn, moet ik zeggen. Ik kan beter coureur zijn nu dan cafébaas. Ja, en de koers is ook gans anders natuurlijk, zonder publiek. Dus ook dat is een gans andere beleving. En bijvoorbeeld in UAE Tour merk je toch dat alles er gans anders aan toe gaat dan andere jaren. En dat we daar 10 dagen in quarantaine geplaatst worden en enkel ons mogen beheven via de busjes tot in een zone met nadaars, de koers doen, terug in een zone met nadaars, busken in en terug in quarantaine in ons hotel. Dus toch, gans anders dan andere jaren, helemaal niet plezant. Maar het belangrijkste is op dit moment, we kunnen koersen. In tegenstelling bijvoorbeeld tot mijn vader en mijn zus, die hier zitten te hopen en te wachten totdat tot het café terug open gaat. Ja. In betere tijden, welke sterren van het wielrennen zijn hier allemaal geweest in het café? Maar vooral mannen die zesdaagse gereden hebben, of die naar de zesdaagse komen kijken zijn natuurlijk. Dus het is wel een traditie dat de zondag na de zesdaagse, dat ik na alle verplichtingen nog in het Kuipje afzak naar hier, liefst dan met mijn ploegmaat. En dat er ook een aantal andere renners die zesdaagse gereden hebben, hier komen afsluiten in feite, een kleine cool-down. Of soms ook een grote cooldown, afhankelijk van wie dat er is en waar dat ze nog naartoe moeten. Maar goed, het zijn wel altijd leuke avondjes na de zesdaagse hier. Dus dat zijn eigenlijk de meest bekende, denk ik, die hier gekomen zijn. Maar dan, ja, er komen nog andere mensen ook natuurlijk, zonder dat ik het weet. Dus denk ik, iemand die een hart heeft voor de koers en hier in de buurt passeert, welke binnenspringt voor een koffie of een pint. Onder andere ooit binnengesprongen, Bradley Wiggins. Ja, Wiggins, Cavendish, Viviani natuurlijk. Maar ik zei, dat zijn de mannen waar ik mee gekoerst heb. Gaviria, ja. Petaki. Ronnie, de cafébaas en papa op de achtergrond. De mannen die... Als Petaki hier was en bij ons in de ploeg reed en hier een paar dagen verbleef, denk tussen de criteria dat was, dan moeten we natuurlijk een keer iets gaan eten en dan sprongen wij hier ook wel altijd een keer binnen. Dat is niet meer dan logisch. En dat was ook bijna altijd op hun vraag om een keer een pint te gaan drinken in een café van mijn vader. Ja. Ja. Zij over Petaki gesproken, heb jij een idee wie onze podcast ingeleid heeft, de Italiaanse renner? Ja, dat was Pozzato. Ja. En hoe herken jij hem na 2 seconden? Maar gewoon omdat ik heb wel een goede band met Pozzato. En ik kan niet zeggen een vriend, want hij is natuurlijk uit beeld. Hè. Hij zit niet meer zo echt in de koers. Of toch niet dat ik hem om de 14 dagen zie.
Maar toch iemand wat ik altijd goed heb mee kunnen vinden. En dat we zo ook, dikwijls een keer na de koers iets gaan eten zijn. En zo gewoon een toffe gast om een keer een avond mee te spenderen. En we zijn altijd weer zo'n beetje stijl-iconen, kan ik me voorstellen. Wat jij nog iets meer dan niks. Ja, waar onderscheid jij mee? Wat zaterdag er altijd... Ja, ik probeer er altijd goed uit te zien, maar voor hem was het streefdoel om er altijd fantastisch uit te zien, dus dat is het verschil. Dus wel bij de Koning Quickstep zo'n beetje, zijn toch veel mooie jongens die daar rondrijden? Hè? Daar kan ik me moeilijk over uitspreken, maar heb sowieso in ik had ook in een andere podcast over gehad natuurlijk met Ten Dam. Ten Dam was natuurlijk het tegenovergestelde daarvan, de snottenbellen aan zijn kin en ging dat dan ook niet afvegen, een wilde baard, lang haar. Beetje zoals wij, GP. Hè? Veel ruiger kon hij. Ja, die moeten er ook zijn, hè, maar het valt wel op in de koers dat de meesten er gewoon heel verzocht uitzien. Ja. Ja, als jij naast Pozzato in peloton rijdt en ziet zo iemand als Ten Dam passeren, kijken jullie daarop neer dan? Nee, dan ook weer. Afhankelijk van wie dat is, op Ten Dam kunnen moeilijk neerkijken. Ik vind hem een toffe gast en een goede collega, goede renner ook. Maar moest dat dan zo iemand zijn die, laat ons zeggen, iets minder is dan Ten Dam en die er zo onverzocht uitziet en die van weinig iets aantrekt, ja, dat zou wel kunnen dat er een keer mee gelachen wordt. Maar niet slecht bedoeld, maar toch een keer, ja, kunnen we wel een keer iets tegen zeggen natuurlijk. Ja. Zij, het is een speciaal voorjaar voor jou, hè? Dus geen Omloop het Nieuwsblad, geen Ronde van Vlaanderen. Ja, kun je draai een beetje vinden? Ja, was eigenlijk op voorhand zo voorzien. Dus wat ging vorig jaar ook al het geval zijn. Het is gewoon moeilijk bij ons om in de klassieke ploeg te geraken. Vooral omdat we meer en meer starten met één knecht en zes kopmannen, schaduwkopmannen daarnaast. Voor de Ronde van Vlaanderen zal er dan komt daar Dries bij, maar Dries is ook. Dries is een meesterknecht. Hè. Dries is er voor Julien en zal ook zijn ding sowieso doen voor de rest van de ploeg. Maar minder echte knecht dan bijvoorbeeld een Tim of ikzelf. En mijn rol is al een paar jaar, we hebben het een paar jaar samen gedaan, maar met dan het verkleinen van de ploegen van 8 naar 7 heeft dat ervoor gezorgd dat we dat eigenlijk doen met één knecht en dat is op dit moment Tim. Wat heb je gedaan de dag van de omloop? Zelf gekoerst in UAE Tour. Dat was de voorlaatste dag, denk ik, of de voorlaatste dag. Ja. Dus zoveel tijd heb ik er ook niet voor gehad. Maar daarna, een keer dat we in het hotel terug waren met uurverschil, konden we nog mooi de koers volgen van de computer. En wat vonden jullie ervan? Want de tactiek is briljant tot chaotisch genoemd van Quickstep in de omloop. Het was gewoon een heel rare editie en waarin dat alles vrij dicht bij elkaar lag. En dan wisten we natuurlijk met Ballerini, die al gewonnen had in Bessège. En die gewoon supersnel is en supersterk ook. Dat die heel grote kans maakten om dat met hetgeen dat daar nog overbleef van peloton, om gewoon die sprint te winnen. En dan zie je mannen als Alaphilippe, Asgreen, Lampaard zich op kop zetten. En dan hoe dat de rest zich naar de slagbank laat leiden, eigenlijk ongelooflijk. Want er is niemand die nog iets probeert. Het gaat hem gewoon om vechten voor positie naar die laatste bocht. En dat wordt Ballerini perfect afgezet door Sénéchal. En maakt hij er heel makkelijk af eigenlijk. Natuurlijk, als je daar naartoe gaat, naar die laatste 10 kilometer, en je ziet ze daar de koers in handen nemen. En gewoon is dat niet meer na zo'n koers natuurlijk. Maar tempo rijden en een boel eigenlijk lam leggen om voor een sprint te gaan. Ja, dan wrijft wel een keer zo de achterkant van je hoofd. Van, het is nu wel te hopen dat hij het afmaakt, want hij soupeert er 5 man op. Maar uiteindelijk, het draait goed uit. Dus, geen probleem. Jongens, tijd voor onze eerste rubriek, het moment van de week. Ja, ik denk dat het wel moeilijk gaat zijn om een moment te kiezen, want het is weer een gekke week geweest en eigenlijk al een gek seizoen. We werken in deze podcast altijd in omgekeerde alfabetische volgorde. Dus GP, jij mag beginnen, jouw moment van de week.
Ja, ik ben lui geweest. Ik heb niet heel het seizoen in overschouw genomen, gewoon afgelopen weekend. En ik wil het graag eens hebben, ik wil het graag aan Ilio voorleggen. De rit van zaterdag in Paris-Nice, waar dat Gino Meder, renner van Bahrein Victorious, op weg was naar de eerste overwinning in zijn carrière. Uiteraard de grootste overwinning in zijn carrière. En in de laatste 20, 50 meter voorbijgestoken wordt door Primoz Roglic, die op dat moment al twee ritten heeft gewonnen, die al een carrière heeft gemaakt. En ik moet zeggen, ik heb het in de omgekeerde volgorde gedaan. Ik heb eerst de commotie gezien op Twitter en dan de beelden. En dus op Twitter had ik alle standpunten daarover al gelezen van, hoort een renner in de leiderstrui, een renner die zo'n palmares heeft, dat te doen of niet? Ik, na al die argumenten op Twitter gelezen te hebben, vond, ja, uiteraard moet hij dat doen. Hij wordt betaald om koersen te winnen, hij heeft knechten die voor hem werken, die willen dat hij wint. Maar ik kan me voorstellen, als je het omgekeerd ziet, als je die beelden live ziet, dat je het wel iets meedogenloos vindt hebben om het zo te doen. En ik wil graag vragen hoe dat Ilio daar tegenaan kijkt. Ten eerste, om reacties uit te lokken op Twitter moet je tegenwoordig niet echt veel doen. Om ze dan ook nog allemaal te gaan lezen, chapeau dat je dat dan hebt. Het is natuurlijk heel makkelijk om achter je telefoon of achter je computer een reactie te schrijven over dit dat hij moet doen of dit dat hij niet mogen doen. Als je dan uiteindelijk, ja, dat is dan praat na de vaak, na gisteren, valt hij en verliest Parijs-Nice. Stel nu voor dat hij dat cadeautje had gegeven en dat had natuurlijk een ongelooflijke geste geweest, maar dat gebeurt gewoon een dag van vandaag niet meer. Het gaat hem over een World Tour zege met daaraan vasthangend punten en prijzen geld, een ploeg die voor hem volledig in dienst rijdt. En het is gewoon een supermooie overwinning, ook voor hemzelf. Dus die cadeau geven, nee. Moet niet, hoeft niet. Had hij het gedaan, stel u voor dat wij de hele week rijden voor Almeida of voor Remco. En hij geeft daar zo'n een cadeau weg. Dat zou als ploeg, hij doet wat hij wil. Hij is de kopman. Als hij dat vindt, dat een andere die een cadeau verdiend heeft, oké, okay, ja, dan is dat zo. Maar als ploeg zou dat toch een beetje bitter zijn. Omdat het is gewoon zo, elke overwinning telt en zo dingen, dat geeft hij niet weg. Dat zou nu nog net iets anders zijn in een grote ronde, dat je bijvoorbeeld dat een win-win is. Hè? Dus dat hij nu niet in het geel had gestaan, als ze samen er naartoe waren gereden. Hij pakt de rit, ik pak geel trui en ik win daar waarschijnlijk het eindklassement mee. Dan is dat oké voor iedereen. Maar in het geval van die rit vond ik het niet nodig. Plus ook, ja, wat gaat hij terugkrijgen? Hè? Want er had er grotere doelen, ik weet niet, in de Tour of zo. Ja, maar ook daar, als stel je voor dat Landa iets kan forceren, en Roglic daarmee tijd zou aansmeren, dan gaan ze dat ook doen. En dan gaan ze niet denken van, oh ja, maar ja, wacht, want we hebben dan een kinderrit gekregen in Parijs-Nice, dat gaan we nu toch niet doen. Zo werkt dat gewoon niet meer. Maar bijvoorbeeld dan wel in de rit waarin Roglic twee keer valt, en dus eigenlijk ja, de ronde verliest, dat wordt er wel op een bepaald moment in de achtervolging geholpen door andere renners, waarvan ik mij afvroeg van, ja, welk is hun belang? Is dat dan uit sympathie? Heb jij dat ooit gedaan? Ja. Landgenoten of landgenoten of mannen die in nood zitten of gewoon mannen waar dat je het voor hebt, dat je ziet van oh, dat gaat hier mis en die is hier iets, dat is daarom niet van een wedstrijd verliezen, maar bijvoorbeeld die is gevallen, dat lukt hier niet, die gaat niet aan de meet, die duwen of helpen, dat gebeurt gewoon. Dat is kan u niet zijn, iemand waar je al jaren niet mee overeenkomt en dat je koers na koers mee in de clinch gaat, ja, dan ga je dat natuurlijk niet doen. Maar als dat iemand is waar je een normale relatie mee hebt en je ziet van die zit in de probleem, dan ga je die zoveel en zo goed mogelijk helpen in feite. Ja. En accepteert de ploeg dat dan? Accepteert Patrick Lefevre dat dan? Natuurlijk kan niemand anders er terug bij brengen om dan de koers te winnen en bijvoorbeeld de zege van ons af te snoepen. Het gaat hem, ja, bij ons, ik zag bijvoorbeeld Tim de Klerk op kop rijden daar in die afdaling. Of Kampenaars heeft ook zijn duitend zakje dan. Dat maakt voor hen geen verschil. Roglic heeft getoond dat hij de beste was in Parijs-Nice. Dus, en hij verliest het door twee keer te vallen. Door tegenslag in feite. En dan, als je daar nog iets over hebt, ja, waarom zou je het niet doen? Dus al die ongeschreven wetten zo van het wielrennen, eigenlijk Schachman die hem een beetje bezwaard voelt omdat hij nu die ronde heeft gewonnen, vind je dat, begrijp je dat? Of zeg je van, nee, hij moet gewoon blij zijn? Ja, bezwaard, hij voelt hem bezwaard en hij laat dat merken op sociale media, wat natuurlijk goed overkomt. En dat zal effectief wel zo zijn. Hij zal wel liever in een rechtstreeks duel gewonnen hebben van Roglic dan op deze manier.
maar hij wint hem wel. En hij zal wel met veel plezier zijn premie en zijn contractverhoging die eraan vasthangt accepteren. Had hij niet zeggen, ik had dat eigenlijk niet gewonnen. Dus ik was eigenlijk tweede. Niemand wist dat ik meedeed. Ja, bedoel, zeer oneerbiedig, maar het is zo. Het was de grote Roglic-show en hij verliest hem door tegenslag. Dus ja. Stel, jij bent Roglic. Je pakt gewoon die overwinning. De dag van vandaag wel, ja. Ja. Als het win-win is, niet. Als je samen ervoor gestreden hebt en je merkt van, die heeft echt het uiterste gedaan, dan denk ik ook dat van de ploeg uit in de radio gezegd wordt van, laat hem gewoon winnen. Hè? Dat zou niet meer zijn dan fair. En zelfs dat gebeurt de dag van vandaag eigenlijk dikwijls niet meer. Maar in dit geval, ja, dat is... Ik kan nu appels met peren kunnen niet vergelijken, maar we zitten in 6 dagen, treedt er een voor, rijdt een halve ronde voor, het is nog 2 ronden. En ik voel van, het zit hier nog iets in mijn been, ik kan hem nog pakken. En dat zou fantastisch zijn om hem juist op de meter over te gaan. Dan ga ik dat wel doen. Dat geeft gewoon nog wat extra glans aan die overwinning. En dat kan dan een klein onderdeel zijn, dat niks voorstelt. Dat zorgt voor een mooie overwinning. En daar, als je zo iemand terugpakt op het laatste moment, natuurlijk... Maar dat hoort ook bij de koers. Dat is zo heartbreak voor de een, maar dan is de euforie bij een andere des te groter. Ja. Volg je cycling betting op Twitter? Nee. Dat is een Belgisch account die altijd zijn weddenschappen online post. Okay. Hij had 4 euro op Gino Meder ingezet, die 1 tegen 200 stond. Dat is 800 euro. Dat zou waarschijnlijk de eerste geweest zijn die reactie heeft op Twitter dan. Ja, dat is wel pijnlijk knap. Haat, een beetje haat voor ons. Nog het sportivo. Goed, Ilio, jouw moment van de week of van het seizoen? Ja, ik heb gisteren helaas, ik was zelf aan het trainen, dus ik heb de koersen gemist. Toch wel twee heel spraakmakende ritten, zowel in Paris-Nice als Tirreno. Ik heb wel via sportweekend en herhaling iets of wat teruggezien. Dus... Maar ik wil het daar eigenlijk niet over hebben. Ik wil het meer hebben over de loop van het seizoen tot nu toe. We zijn toch al even in het seizoen. En mij valt op, iedereen spreekt natuurlijk over de grote drie. Met Mathieu in mijn ogen op kop. Juist daaronder Wout. En daaronder Julien. Dat zijn, omdat hij de wereldkampioen trui aan heeft. Dat zijn de grote drie voor iedereen. Ik maak er eigenlijk de grote 6 van. Ik zou daar eigenlijk nog Pogacar en Roglic als de 2 absolute heersers in de klassementskoersen daar wel naast zetten. En dan Sam Bennett als de man op dit moment in de sprints. Dat zijn voor mij de grote 6 van het moment. En zij samen degraderen al de rest op... Ja, ik moet zeggen dat is tot figuranten. Mannen waar we de vorige jaren met grote ogen naar keken. Die spelen nu niet mee voor de knikkers. Hè. Die zijn blij met een dichte herenplaats of met een keer een aanval om zich een keer even in beeld te fietsen. Wat dat dus een gigantisch verschil oplevert met de vorige jaren. En ja, als je dan ook nog die cijfers daarbij ziet, want daar gaan we het straks over hebben. Maar als je over wattages gaat praten en zo, als je die cijfers daarnaast zet, dan hadden als doorwinterde prof toch ook wel een keer... In uw haar gaan scharten en denken van, wauw. Maar vooral, ja, jonge renners die daar de komende, want ze zijn alle twee ook dan nog super jong, ja. De komende, laten we zeggen, 10 jaar als alles mee zit, daar moeten tegen strijden, dat is toch niet evident. Ja. Maar die zegenhonger, vooral bij Mathieu, wat hij nu doet, wat dat hij in Kuurne doet, wat dat hij gisteren in Tirreno doet, dat kun je toch in 10 jaar doen? Zo kun je toch in 10 jaar koersen? Ja, dat weet ik niet. Ja, waar zijn zijn limieten? Ik denk dat hij dat zelf niet weet. Ik denk dat hij daarvoor ook zo van die nummers doet om een keer... Ik denk dat hij gisteren heel dicht tegen zijn limiet zat. Dat is eigenlijk nog niet zo dikwijls dat ik dat gezien heb. Ja. Hij heeft gewoon zoveel overschot. Als je ziet hoe dat hij wegrijdt in Keurne, op 70 kilometer van de meet, hoe dat hij dat gat naar die kopgroep dicht, hoe dan ze achter hem aan het spertelen zijn voor dat gat te dichten en op 45 seconden blijven hangen, terwijl dat zijn gelaat nog geen... Hij ziet er op dat moment nog niet moe uit. Een keer dat hij over de meet komt is natuurlijk iets anders, maar als je kijkt de beelden zo 30, 40 van de meet, is hij gewoon... Hij heeft alles onder controle.
dat is ongelooflijk. Als je dan ziet wat er achter allemaal gebeurt en hoe dan ze moeten tegen elkaar klappen voor dat georganiseerd te krijgen om dat gat te kunnen dicht. En uiteindelijk, hoe wordt gat gedicht en wanneer? Op 1,5 kilometer van de meet. Ja. We hebben het over, voor de luisteraars die later in de week luisteren, we hebben het over de rit waarin Mathieu van der Poel na een gigantische solo wint. Dat is gisteren. Dus we zijn vandaag maandag. Sorry, ja. Dus ja, de rest, dat is voor de kruimels dan, de rest van het seizoen? Of zie je dat toch keren? Of zijn we nu niet in het moment aan het praten en zullen we anders praten binnen x aantal weken, maanden? Ja, sowieso praten in het moment en elke koers moet gereden worden. Het is niet omdat ze nu een klasse sterker zijn dan de rest, dat binnen 3-4 weken ook nog zo zal zijn. Want hoe lang kunnen ze zoiets rekken? Het is toch echt topvorm dat ze nu al hebben, alle twee. Kan de rest nog beter? Gaat ook een heel grote rol spelen in ploegtactieken. Wat gaat er gebeuren? Ja. Ik bedoel, ga je gewoon mee naar de meet laten gaan? Of ga je proberen van ik zeg nu maar iets, een ploeg zoals Alpes in Phoenix, die dikwijls een beetje onderschat wordt, ga je proberen van Mathieu te isoleren? En dan nog, wat ga je doen als hij geïsoleerd is? Dan, een keer dat hij geïsoleerd is, demareert hij gewoon en zet hij iedereen het mes op de keel. En waar zit hij dan? Ja, met je ploeg ook. Dus... Het is gewoon moeilijk, omdat ze zo sterk zijn. Maar ik ben wel benieuwd naar de volgende koersen. Vind je dat op voorhand nog in te schatten is, als je parcours ziet, van dit neigt meer naar Mathieu, meer naar Wout, meer naar Alaphilippe. Tussen Pogacar en die drie kun je nog wel onderscheid maken, maar ik vind het moeilijk om in te schatten. Bijvoorbeeld Strade Bianchi, achteraf vond iedereen dat er voor Van der Poel was. Vooraf waren we daar toch wel meer verdeeld over. Achteraf is altijd gemakkelijk natuurlijk, als je naar Strade zit te kijken en je ziet hem demareren op die laatste strook eigenlijk, dan denk je al van wauw, ja, dat was zeer indrukwekkend, maar je ziet er dan wel nog Alaphilippe en Bernal, wat ik ook helemaal niet verwacht had, maar die rijden er nog terug naartoe en dan denk je toch van op die laatste strook, dat zou toch meer iets zijn voor Alaphilippe. Gewoon, als je de laatste jaren... meeneemt en de aankomsten waarop dat hij heerst, dat waren dat soort aankomsten. En dan denkt hij van, die had toch nog een kans hebben tegen van, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar hij heeft nog een kans. Maar als je dan ziet dat hij ervan wegknalt, dat is... Dus denk, zo voorspellen overwinningen, hoe pijnlijk dat ook is en hoezeer dat ik het heb voor Julien, als renner, als mens, als ploegmaat, denk ik dat toch meer en meer gaat gaan tussen de twee voor dit soort wedstrijden bij ons. Dus ja, wie wint er? En dat je had kunnen kiezen tussen Wout of Mathieu, vrees ik. En dat wij het gaan moeten hebben van de sterkte van de ploeg. Maar datzelfde werd geopperd, en het is zeker geen leedvermaak, in Extra Time Koers. Hè, waar Patrick Lefevre zat en allee, het werd hem voor de voeten geworpen, zo van, ja, hoe gaat dat Philippe die twee nog kunnen kloppen? En dan geloof ik daags nadien of twee dag nadien wint, allee, legt hij ze erop Alaphilippe, klopt hij Mathieu en Wout? Ja, maar als je dan ziet ook gisteren, het moment dat Mathieu de eerste keer doortrekt, op toch wel een super zware rit ook in Tirreno, zie je dat Julien moet passen. Dus een goede Julien. Of Julien op normaal niveau zou daar waarschijnlijk in een ander jaar het verschil gemaakt hebben. Ja. En nu moet hij dat... Allee, dat is maar wat ik zie in de koers. Hè. Ik zou liever hem dat omgekeerd was natuurlijk. Maar, ja. En weet jij, in de Strade Bianchi, omdat Julien klaagde over krampen, hè, dan werd er gezegd van ja, hij zal wel te weinig gedronken hebben. Weet jij insight wat er dan gebeurd is? Is dat dan gewoon te weinig gedronken? Of er kunnen toch nog andere redenen zijn waarom je krampen krijgt? Wat moest ik die wattages van Mathieu moeten doen? Ik denk dat ik ook wel krampen zet. Dus als hij ze duwt, ja, als je wilt meedoen voor de overwinning, moet je wel volgen natuurlijk. Ja, dus gewoon krampen omdat ze zo hard rijden, dat kan ook natuurlijk. Ja. Goed, we gaan naar onze volgende rubriek. Haat of liefde, is dat het ligt vaak dicht bij elkaar. Neem een tube breed soms. Sommigen zijn gek van Milan-San Remo, La Primavera, het begin van de lente. Anderen vinden het een saaie koers die veel te lang duurt. Ilio, wat is het bij jou? Haat of liefde, Milan-San Remo? Je kunt ook haat-liefde-relatie hebben, hè? Dus voilà. Ik zal daarvoor gaan dan. Oké, ja. Okay. Ja. Hey, het is een lange koers natuurlijk, maar dat is ook de enige koers die zo lang is. En dat heeft wel zijn charme. Het is een saaie koers. Hè? Denk als je denkt van ik ga hier een keer de integrale volgen en van ochtends vroeg zitten kijken,
en moet wachten tot de ontploffing op de Poggio, dat je daar wel tegen dan zult in slaap gevallen zijn. Dat is gewoon zo. Maar niemand is ook verplicht van zo lang te kijken. Ik bedoel, als je Milan Sanremo kijkt, dan zet je tv aan op de... Wat is de eerste? Ja, ik ken ze niet meer. Turquino zit er niet in, dus nu... De Capo Mele of Capo Verde, wat is er allemaal? Ja. Daar zet u een tv aan, dan ga je waarschijnlijk niet zien. Hè, een gesloten peloton. Ja. Ja, ze rijden niet vandaag. Dan is dat tegen 60 per uur. Een blok, als je zo'n klein vierkantje ziet, dan weet je al dat het niet plezant is. Als je dat kunt voorstellen op een kustbaan die slingert, dan kun je alleen maar terugdenken aan... Is dat nu een saaie koers? Naar wat zit ik nu te kijken? Maar je voelt je daar terug zitten, je voelt die stress terugkomen. Dat is een verschrikkelijke koers om te rijden. Hè. Dus ja? Ondanks het feit dat je op tv niet ziet wat er allemaal gebeurt, maar dat is echt een boxmatch, maar dan tussen de grote jongens. Maar vanaf de Capi? Ja, vanaf daar voor van voor te zitten, Cipressa, en dan vanaf daar om van voor te zitten op de Poggio, dat is gewoon vechten, elbogen open. En dat lijkt een gesloten peloton, maar dat is gewoon zo rap als ze kunnen, die eerste. En de rest daar zo dicht mogelijk achter. Iedereen wil naar voren, niemand kan naar voren. Stress. Niets meer dan dat. Stress. Dat begint van normaal gezien vanaf dat je Turquino naar beneden komt, kom langs de kust. Dat wordt... Dat peloton strekt eerst lang uit. En dan hoe dichter dat je komt, hoe meer dat er terug samenkomt. En dan ga je daar in gesloten rang worden, al vechtend... die bergjes over. Klinkt alles mooi, hè? Natuurlijk. Ja, klinkt mooi, maar niet als je ertussen zit. Het is eigenlijk mooi om naar te kijken en als je weet van, zo voel het en ik kan er nu gewoon naar kijken en van genieten. Maar als je er niet tussen gezeten hebt, kun je het ook niet zien. Je kunt niet zien hoe moeilijk dat is. Ik vond wel bij de Strade Bianche dat die Italiaanse regie zo soms wel inzoomde en zo van die kleine dingetjes... toonde en zo. Wat gebeurt er dan zo concreet? Je zegt een boxmatch, maar wat zijn de dingen die gebeuren dan in die stress? Iedereen wil natuurlijk dat zijn kopman van voor eerste instantie Cipressa opdraait, omdat dat een moeilijke afdaling is. Tweede instantie, als je de koers wil winnen, moet je van voor de Poggio opdraaien. Iedereen wil dat. Hè? En iedereen hoort zelfs in zijn oorkus van nu moet je naar voor. Maar er is gewoon geen ruimte. Het is twee vakken breed, draait en keert. Dus elke bocht waar je naartoe gaat, van voor, is dat een beetje wring daarnaartoe, even remmen. Dus dat is, hoe verder naar van achter ook, hoe heviger dat je dan in de remmen moet gaan. Dus ja, er zijn een paar die daar een goede positie hebben en die willen die houden. En al de rest zit in een slechte positie en die willen naar voren. Dus dat is gewoon elke centimeter die er vrijkomt, probeerde te nemen of probeerde een gat te maken... Waar je door kunt, liefst nog met je kopman ook mee. Het is gewoon, ja, tactisch steekspel, maar moeilijk te volgen van op tv eigenlijk. Ja, dat is inderdaad zo. Eigenlijk zou je dat, ja, de uitdaging, en ik vind wel, bij VRT doen ze dat heel goed, maar de uitdaging is om dat ook zoveel mogelijk mee te geven, hè, aan de kijker, dat klein gevriemel, dus een oproep aan onze luisteraars, ga wat dichter bij uw tv gaan zitten, kijk naar die kleine dingetjes zo. Dat. Ja, als je ziet zo in UAE Tour ook, denk ik, dat ze zo met die live camera's werken, dat is natuurlijk iets anders, als je daarmee kunt werken, als je echt ziet hoe dat er gewrongen wordt en hoe klein dat de ruimte is, maar als je daar ook nog het geluid bij hebt, is dat is fantastisch tv natuurlijk. Je kunt daar ook niet haanstijd blijven naar kijken, want ik word daar een beetje zeeziek van. Maar zo af en toe een keer een beeld ertussen, dan pas kun je goed zien hoe dat er gewrongen wordt. Het is een van uw geëikte uitdrukkingen, de koersen met de scheermessen aan de elleboog. Leg dan een keer uit, wat is er gepermitteerd met een elleboog en wat is er niet meer gepermitteerd? Dikwijls eigenlijk, ik hou er niet van om kwakken te geven en ik hou er zeker niet van om kwakken te krijgen. Ik vind dat... het is niet nodig. Soms wel, maar het is meer zo als je... Een van de ongeschreven wetten is, als je daar als ploeg zit, dat je daar als andere ploeg niet tussenkomt. He, er is ruimte genoeg. Als je er voorbij wilt, als wij op kop aan het rijden zijn, we zitten er met de ploeg achter. Als jij daar wilt zitten waar dat wij zitten, zet dan ook iemand op kop. En dan, of rijd ernaast, kan ook. Maar niet geen meter op kop rijden en toch de beste plaats willen nemen. Ja, dat kan niet. Dat is nu eenmaal het voordeel dat je hebt als ploeg. Van het nadeel van iemand op kop te zetten. Je bent iemand kwijt, want die heeft gewerkt, maar je hebt een goede positie. Je zit waar je wilt. Dus dat is een van de regels. Dat durf ik ook wel, dat kan ik me wel kwaad in maken. Van oké,
Hè, ze rijden geen meter, maar ze komen wel duwen voor de plekjes. Dat vind ik niet oké. Okay. En dan kan ik me ook wel een keer de naalboog zetten van, wow, ik zit hier en sorry, maat, maar gaat er niet tussen komen. Mocht doen wat je wilt. En voor de rest is dat meer zo richting belangrijke stroken, dat er een keer... Als je dat niet doet, als je gewoon... ze komen hier wat dicht, ik ga in de remmen. Ja, dan zijn elke bocht een aantal plaatsen kwijt en dan is het beter... je kunt niet na elke bocht terug naar voren rijden. Dus als je daar wilt blijven zitten, dan moet je lichaam ook een beetje gebruiken. Ja. Ilio heeft als een volleerd pistier proberen uw vraag te ontwijken, GP. Stel uw vraag nu. Nee, vroeg, zijn er zo'n notoire klaplopers die willen profiteren zonder ploegmaats te investeren? Ja, dat probeert natuurlijk iedereen, hè. Ja. Maar zijn er renners die daarom bekend staan of stonden misschien? Maar dat had je niet doen, ik had dat niet zelf een dien. Sorry. De slechtste daarin was Napolitano. Danilo Napolitano, sprinter geweest. Die zat altijd op de beste plek. Altijd. Maar die om de duur wist ook iedereen dat. En aangezien dat een Italiaan en een sprinter... die niet bang was van vanzelf een naaldbocht te zetten en die zijn plaats daar ook op een of andere manier afdwong, niet op de mooiste manier, maar iedereen reed er om duur ook gewoon rond van oké, hier kunnen we toch niet zitten, want Danilo zit hier. Dus dat was echt wel de naald daarin. Gaat dat dan ook over gabarit of meer, hè, wat de Spanjaarden zeggen, cojones? Want ik zag bijvoorbeeld onlangs Christophe die zich bijvoorbeeld... toch een beer, die zich uit het wiel ergens liet zetten in de spurt. Gaat dat over de renners met de grootste gabarit, of zijn het soms de kleine mannetjes met het meeste... Dat zijn meestal de gevaarlijkste. De kleine met de cojones zijn gevaarlijker dan de grote met gabarit, alhoewel een goed voorbeeld is Greipel bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft het gabarit. Ja. Maar ik kan dat niet op die manier zeggen. Ik zat even te denken... Nee, je weet misschien wat ik denk. Ja. Hij is... Gentleman. Hij is iets te veel gentleman geworden, zeker om als sprinter. En hij laat hem vrij makkelijk wegdrummen. Mm-hmm. Terwijl, het is soms wel een beetje jammer om te zien, omdat hij waarschijnlijk nog altijd een redelijke sprint heeft en dat hij, moest hij hem niet laten wegzetten, nog altijd de mogelijkheid heeft om een aantal koersen zeker te winnen op een jaar, maar je ziet gewoon dat hij ergens een schrik heeft opgedaan, dat hij snel laat wegzetten en dat hij er dan niet meer tot sprinten toe komt. En dat is een voorbeeld. Bijvoorbeeld een man waar iedereen toch wel, als je hem ziet, krijg je daar al wat schrik van. Mooi. Maar hij heeft zelf nog meer schrik dan degene die naast hem zitten en die schrik hebben van hem. Ja, dat wordt moeilijk. Ja. Heeft mij ooit verteld, gigantische kuiten, hè, Greipel. En, gigantisch alles. Ja. Ik vroeg hem zich, van wie heb je dat? Van uw vader of zo? Nee, van mijn moeder, zei het. En iedereen is nu zo vol lof over een koers als Strade Bianche. Een gebalde koers, 185 kilometer, spektakel enzovoort. Ja, heeft Milan Sanremo dan eigenlijk nog bestaansrecht... Ja, ik vind van wel, als ik de vraag zou krijgen, haat of liefde, mij is het onvoorwaardelijke liefde. Mooi. Ja, ik, 5 uur lummelen, dan 2 uur gas geven en dan 1 uur nakaarten en zeggen dat veel zwaarder is dan... podcast hier. Maar, kijk, dat was mijn punt, dat is het standaard werkdag van de journalist en dan nog klagen dat het toch veel zwaarder is dan iedereen denkt. Nee, maar ik vind dat absoluut een koers die zijn bestaansrecht heeft... En het gaat ongeveer in, denk ik, tegen alle tv-wetten en zo, maar het wielrennen moet daarin volharden. En dat is ook waarom dat wielerfans graag wielerfans zijn, omdat ze van iets houden dat niet mainstream is, volgens mij. Ja. En ik denk dat Milan Sanremo daar een mooi voorbeeld van is. Ja, want dus, iets minder of iets meer, afhankelijk van welk jaar en welk parcours, dan 300 kilometer, hè, dat is... Maar het gaat hem vooral om die finale, waar je toch een mix hebt van... Kan een puncher die vol haat op de podio, welke schade brengt hij toe aan de sprinters? Ja. Hoeveel hebben ze al afgezien in de 295 kilometer ervoor, laat ons zeggen? Wat zit er nog in de tank? Kan hij zo toeslaan dat ze nooit meer terugkomen, dat hij zelf de overwinning kan gaan? Wat is al een paar keer gebeurd is, hè, met de Nibali. In de laatste jaren, Sagan, Kwiatko, Julien, dat zijn de mannen die dat kunnen. Zet daar nu ook maar Van Aert en Mathieu bij. Halen zij het? Of
komt toch alles terug door een twijfeling van 2-3 seconden. Is daar genoeg om ze te laten terugkomen? Dan krijg je toch een sprint. Ja, het is... Oei, kan je een boete aan weer zeker? We zitten hier al praat met... Ik ben blij, inderdaad. Dat was een van de running jokes in de podcast met de Nam. Dat je, ja, maar mijn notte staat hier en ze zijn hier weer. Dus het is nu niet echt niet om te lachen, maar kan weer een boete. Wist je dat Skoda het populairste merk van de koers is? Bijna de helft van de pro-wielerploegen rijden met Skoda's. Ze zijn standaard ruimer en veel praktischer ontworpen. Getuigen de paradepaardjes Skoda Superb en Octavia. Bovendien kunnen bij deze Skoda's de achterste zijruiten helemaal naar beneden. Zo kan een mechanicien al rijdend vlot een renner een handje toesteken. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever. Ja, over spektakel gesproken... Spektakel, dat staat nu bijna gelijk met wattages. Hè. Een koers is pas spectaculair als we achteraf de wattages kennen. Ja, Ilio, jij voorstander van al die wattages, 1400 watt, 1000 watt. Ik zit er natuurlijk een beetje in, hè, dus een beetje. Het zegt mij wel iets. Ben er niet door bezeten. En voor mij is een goede training daarom niet degene met de hoogste wattages en omgekeerd. Dus, ik ga ook niet mijn training aanpassen op het moment dat mijn wattagemeter het beheeft, bij wijze van spreken, platte batterij of zo, ik ga dan niet van wakker liggen. Dan zijn er jongens bij ons in de ploeg, ik spreek maar over hen, omdat ik hen bezig zie, die volledig flippen en niet meer weten wat doen, want hun wattagemeter werkt niet. Voor mij, ik ben nog altijd het beste zonder sensors. Gewoon, ik voel mijn lichaam, ik voel wanneer dat ik klaar ben voor een zware training, ik voel wanneer dat ik vermoeid ben en ik train daar ook naar. En dat wordt ook geaccepteerd door de ploeg en door mijn trainer Tom Steels. Dus dat is geen probleem. Maar er zijn andere jonge renners die daarmee opgegroeid zijn met die wattagemeter, die daarmee gaan slapen ook. Alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is slapen met zo'n bandje rondom de pols, om te zien, heb ik goed geslapen als ik opsta? Dan moeten ze eerst kijken op hun telefoon, heb ik nu goed geslapen of niet? Ja, en weet je of je goed geslapen hebt? Dat voel je toch ochtends of je goed geslapen hebt? Dat is gewoon eigen aan de tijd. En die wattages horen erbij. En als je die nummers ziet, omdat ik ze ken ook, omdat ik weet wat ik zelf dikwijls maar kan duwen. Het is daarom dat je een fan bent. Bah, ook ja. Ik heb niet de hoge wattages. Ik moet meer hebben van een goede plaatsing, parcourskennis, drukken van de voor. Dat zorgt ervoor dat ik meestal zit waar ik moet zitten. Niet zozeer omdat ik de kracht heb om bijvoorbeeld als iedereen 60 per uur rijdt, om er mij even rechts naast te schieten en iedereen voorbij te rijden. Dat is niet zo. Maar ze zijn wel mannen die dat wel kunnen. Hè. Er is daar een anekdote over Fabio Jacobsen bij jullie in de ploeg. Toen hij vrij nieuw was en dus nog niet het statuut van sprinter had, dat hij moest aan kop van het peloton gaan rijden. En Nicky Terpstra had gezegd, Fabio rijdt, ik weet niet wat dat jullie rijden, 42 per uur. En hij sloeg in paniek, want hij wist dan niet, Nicky, hoeveel watt moet ik dan duwen? Want ik zie dat niet op mijn wattagemeter hoe snel ik kan rijden. En dan Terpstra is iemand zoals jij die dan... Ik koers op de kaart, dus dat is toegestaan. Hè. Je hebt een kaart in je fietscomputer. Hij stikt de route erin van een dag. Mooi. En dan zie je van, oké, ben 500 meter een bocht naar links, scherpe bocht. Ik zie dat aankomen. Dat is voor mij veel belangrijker dan te weten welk wattage dat ik aan het duwen ben op die moment. Nog belangrijker, als er veel wind is, dan kun je dat een beetje uitzoomen. En dan zie je van, oké, binnen 5 kilometer gaan we 30 graden... parcours gaat 30 graden naar links. Dan gaat er wind vol in de zij zijn of perfect voor een waaier te trekken. Dat is voor mij veel belangrijker. Dat kan zeggen van, mannen, we gaan nu opschuiven. We gaan maken dat we daar op dat punt van voor zitten. Als er iets gebeurt, als er niets gebeurt, kunnen we het misschien zelf doen. Dat is mijn rol in de ploeg en niet... Bij mij is het iets minder belangrijk, die wattages, ook als ik op kop aan het rijden ben. Het is niet dat ik daar constant op gefocust zit. Dat is veel meer op gevoel van, ik duw nu iets. Hoe lang kan ik dan nog 3 uur volhouden? Mm-hmm. En als ik voel van, dat maar is niet geruststellend als je dat cijfermatig weet. Van, ja, normaal gezien, dit is mijn wattage dat ik... Je kunt er wel een keer naar kijken. Ja, natuurlijk, ja. Je moet het sowieso, maar het gaat ook toch altijd verzuren dat voelde, hè. Dat je aan het verzuren bent. Maar het is te laat, zo gezegd. Ja, je kunt niet blijven verzuren. Ja. Om de duur zijn verkrampt, ja. En kan je dan zo afkijken op de wattagemeter van een concurrent? Zo? Als, ik weet niet. Nee, die schermen zijn ook niet zo groot. Als je absoluut een keer iets wilt zien,
dat je dat wel kunt. Maar voor daar in koers te gaan beginnen, als je daar ook nog moet mee bezig houden, want we gaan zien wat die naast jou aan het duwen is. Maar versnellingen toch wel, daar wordt toch gespiekt wat dat iemand van versnelling aan het duwen is. Denk richting de sprint wel, ja. 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 Maar ook niet haast een dag, hè. Ik heb trouwens gehoord, ik weet niet of dat klopt, maar in de podcast van Lance Armstrong vorig jaar, voor Milan Sanremo, daar ging het over de Poggio. En dan zeggen ze van ja, de Poggio, dat is eigenlijk een helling van niets als je die op training doet. De big ring. Maar als je die doet, nou, wat is 280 kilometer koers of zo, dan is dat op de small ring. Is dat werkelijk zo verschil of is dat een beetje overdreven? Na zoveel koers zit dat zo in de benen? Ja, als je al 7 uur aan het fietsen bent en er is wat wind of er is wat regen, afhankelijk van het weer natuurlijk. Hè. Ik heb er 2 gedaan in vrij slechte weersomstandigheden. Dan zit dat in je benen. Hè. Ja. Zelfs al had je nog geen trap moeten geven, het gaat hem gewoon om... Bon, je zit 6-7 uur op de fiets, je wordt sowieso worden moe. Hè. Je moet dat, ja. Zelfs al moet je niet constant... Ik ga de wattage niet noemen, het gaat hem daar niet over. Zelfs al zit je niet constant te duwen, ja. Hè, laat je meeslepen in de buik van het peloton, dan nog zijn er altijd wel een aantal versnellingen of dingen die je moet doen. Iedereen gaat dat op een bepaald moment voelen om dan nog echt die explosie te hebben op de potje. Er zijn er niet veel die dat kunnen. Maar ik denk nu wel, als je hem gaat pakken en je wilt meedoen voor overwinning en je pakt hem op de small ring, dat toch vrij moeilijk gaat hij hem nog terugkeren. Dat is voor de sukkelaars. Ja. Oké. Okay. En jouw 2 deelnames. Gisteren waren we aan het whatsappen en je zei al van ja, ik ga die nooit vergeten. 2014 en 2016 geloof ik. Hè. Ja, 14 was met Cavendish. Super slecht weer. Gietende regen van in de start. Heel koud. Iedereen natuurlijk goed aangekleed, wat ook niet altijd een voordeel is, want goed gekleed wil zeggen dat je lichaam weinig ademt. En goed, dan komt de Turquino boven en dan is het nog 100 kilometer. En dan ziet dat er na die eerste kilometers langs de kust iets beter uit. En zie je de kledij vliegen langs alle kanten, alles uit. Om dan 10-15 minuten later terug in de gietende regen te komen. En iedereen natuurlijk onmiddellijk onderkoeld. En dan is dat uw taak als knecht om kledij te gaan halen. Maar in Sanremo, een keer dat je daar langs de kust zit, peloton lang gerekt, is dat dus echt wel de hel om dan naar te gaan. En zeker als je dat dan een paar keer moet herhalen. Hè. Ja, 7 jasjes, dat gaan nog. Maar als het ook gaat over handschoenen en botjes voor over een schoen en warme drank. Ja, vloekt je dan soms een keer van, moet je ook nog handschoenen hebben? Op en af is dan een auto en dan weet je dat je koers gedaan is. Hè. Dat kun je niet, ja. Dat zijn inspanningen, dat kun je 2, 3, 4, 5 keer doen en dan is het over. En dat zijn blijkbaar echt bestellingen. Zo. Ja, die trui met die lange mouwlengte, die beenstukken. De... Als iedereen koud is, echt koud heeft, dan is het eigenlijk vrij eenvoudig. Want dan is het gewoon gelijk wat het meebrengt, is goed. Iedereen heeft koud. Maar als het zo nog maar net begonnen is, is het beginnen met blauwe gabba en blauwe regenvest en grijze regenvest en die armstukken en die handschoenen. Ja, oh, begint daaraan. En niet enkel als knecht weer dat te gaan halen, maar ook als mechanieker van achter een auto. Dat zijn dus 7 of 8 regenzakken die daar staan. Als die allemaal op bestelling, ja, dat is de haal. Voor dat goed weg te steken en dan nog het juiste te geven aan de juiste renner, dat is... bijna onmogelijk. Kan je dan de mate, kan je dat mee controleren of is dat de verantwoordelijkheid van... Nee, ik controleer hetgeen dat je krijgt. Hoop je dat juist is aan een auto en steek het op een plaats op je lichaam. Want het is ook niet dat ik dan met een rugzak zit. Hè. Dus je steekt dat ergens van, oké, hier zit Julien, hier zit Gilbert, hier zit Cavendish. En zo probeer je dat te onthouden. En als je, afhankelijk van wie dat hier... Ah ja, Dien, dat was dat... Het is altijd wel een keer iets en mee. En systeem dan? Van... Ja, maar ja, je kunt niet alles overal steken, want dan weet je niet meer wat dat van wie is. Ja, dat is niet zo plezant. Hè. Ja, nee, oké. Okay. En dan die van 2016? Daar ben je wel aangekomen, hè? Want die ja, van die 2016... heb ik uitgereden, maar ook in een verloren positie. Dat was eigenlijk met Gaviria de bedoeling echt om te winnen. Hè. Met Kev toen ook natuurlijk, maar dat was een uitzonderlijke editie. En dat was iedereen al content dat er nog... kon gesprint worden, dan waren er eigenlijk weinig verwachtingen van alles wat je doet is goed met zo'n weer. En dat weet iedereen ook wel, maar met Gaviria hadden we echt wel de man daar om te kunnen winnen. En de situatie om te winnen. Maar je rijdt dan op dat achterwiel van Sagan, denk ik, en je valt op 300 meter of 250 meter van de meet. In een uitstekende positie. Maar goed, dan wilde in zo'n koers toch ook nog wel graag een keer de finish bereiken. Die 300 kilometer volmaken, dat is ook altijd een voordeel voor de koersen die nog komen. En
sowieso een monument. Daar rijden we graag uit, al is het... Ja, dat is toch nog het eergevoel van we rijden dat uit. Ja. Maar ja, dat soort koersen, dat zijn gewoon koersen die je een keer als prof moet gereden hebben. Hè. Like dat je geen coureur bent als je nooit een Tour gereden hebt. Je moet een keer een Tour gereden hebben, moet een keer San Remo gereden hebben, moet een keer Strade gereden hebben. En ook pas nadat je het gereden hebt, weten van, is dat iets voor mij? Ik wou heel graag Strade doen. Ik heb dat ook in hetzelfde jaar waarschijnlijk, dat er zo sneeuw lag de dagen ervoor, dat dan de dag zelf... Begin regenen is, alle sneeuw weg, maar dat was zo een dikke brei. Het is sowieso een korte, maar een heel zware koers, heel veel hoogtemeters. Te zwaar voor mij eigenlijk. En dan een keer met die brei erbij, dat was oké. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat uitgereden op, 22 minuten. Al wat aan mij kwam was out of time limit. En dan weet je ook van, oké, ja. Super mooie koers, super zwaar, maar eigenlijk te zwaar voor mij. Dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik kan dat niet meer doen. Het is tijd voor onze volgende rubriek, het bord van een ander. GP, dat moet jij eventjes uitleggen. Het bord van een ander, dat is een wielerterm. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, het is een vaste uitdrukking van José de Cauwer. En ik denk dat hij het van Henny Kuiper heeft overgenomen. Het gaat er gewoon over in de koers. Ja, moet je zoveel mogelijk profiteren van de energie van iemand anders. Een universele wielerwet. Maar bij ons betekent het dat we andere podcasts, concurrerende podcasts, wielerpodcasts beluisteren en iets interessants daaruit halen en voorleggen aan onze gast. Ja, dus wij gaan ook elke week schaamteloos op het zweet van de andere podcasteren. In de stijl van Napolitano. Ja. Maar we gaan wel telkens een eervolle vermelding doen en we luisteren naar een fragment uit Vals Plat. De wielerpodcast van Friends of Sports, waar papa Evenepoel te gast was. Wat ik heb gehoord, dat is dat er veel in het begin tegenwind kwam, omdat hij zei, zo en zo ga ik het doen. En dat ze zeiden van, wow. Maar hij deed het dan wel. En dan, vooral Philippe Gilbert heeft me dat uitgelegd. Zo, hij was nog junior en ging mee op trainingskamp. Ze durfden hem niet testen. Ze durfden hem niet. Omdat, ja, hij zei iets, dat was van bij de juniors al, hè. Dan zei hij, daar ga ik weg, hij ziet dat je daar bent. Oké. En hij heeft bij de profs doorgetrokken. En in het begin kwam dat slecht over bij sommigen. Maar ze hebben rap ingezien dat ja. Binnen de ploeg dan, hè, wil ik zeggen. Als je iets wint, moet iets meer. Hè. Gaan we nu zeggen, bij de concurrentie of bij andere ploegen. Het is wat Van der Poel onlangs verklaarde. Hè. Er komt wat arrogant over. Maar dat is zijn motivatie. Ja, Ilio, klinkt dat herkenbaar voor jou zo over Remco, zijn Branio en binnengekomen is in de ploeg? Weet je nog, als hij als junior nog kwam mee op stage gaan bij hem? Hij is mee aan op stage als junior. Hij zat daar dus ook nog met zijn junior verzet. Hij reed gewoon 52-14, denk ik. En wij allemaal 53 54 half. En moesten ronddraaien. Zo'n soort ploegentijdrittraining, maar wel met een gewone fiets. En hij reed je daar gewoon vlotjes mee. Dus dat was al de eerste keer dat we zagen van, met dat verzetje, zo'n stukje lichtjes bergaf. Maar voor dat gewoon te kunnen volgen was al indrukwekkend, maar hij draaide mee. En dan bergop, 20 minuten bergop zo, bleef hij over met Alaphilippe en, ik weet niet, ze waren met de drie voorop en hij was mee. En dan wist hij al onmiddellijk van, ja, dat is geen gewoon. Want op die moment, zijn eerste koers is dan nog 3-4 maanden weg. Hè? Dus dat was dus, denk ik stage januari, ik ben niet zeker. Of ik weet niet wat december of januari was. Maar in ieder geval vroeg voor zijn seizoen. En die reed al gewoon mee met ons. Terwijl wij daar toch al een aantal weken aan het voorbereiden waren. En ons seizoen begint dan, denk ik, 2-3 weken later. Ik denk dat januari was, dus vandaar gaan we dan naar Australië. Er zijn mannen die al weg zijn naar Australië. Dus die zijn eigenlijk al klaar om te koersen. En hij deed het daarmee als junior. En dan wisten van, wow. Wat die uitspraken betreft, ook daarin verbaast hij ons wel een keer. Voor mij, hetgeen dat mij te binnenspringt, is al Harve vorig jaar. Waar dat hij niet als leider aan de tijdrit begint. Maar dat hij voor hem Dan Martin heeft. Die dus 2 minuten voor hem gestart was. Want het was in de laatste 10. En dat hij zei van, die pak ik wel. Op een tijdrit van, ik wil er vanaf zijn, 18 of 20 kilometer. En hij zegt dat dus aan tafel, waar iedereen bij zat, ja. Die pak ik wel. En dan, Schachman was de leider.
En daarop zei hij van, op bediening tijdrit, ja, toch tussen de 20 en 40 seconden had ik er al pakken. En uiteindelijk, dus hij wint de ronde van Al Harve, hij wint een tijdrit, hij pakt Dan Martin, of net niet, op, in het zicht van de meet. Hè. Ik wil er vanaf zijn ook daar. En hij, hij verslaat Schachman in een tijdrit met 30 seconden. Dus gewoon in het midden van hetgeen dat hij zegt dat, dat we allemaal zoiets hadden van, en ik zelf ook, lag met hem door de kamer ook, dat ik zei tegen hem van, ach, met die uitspraak moet, hey, Schachman, ja, won vorig jaar wel Parijs-Nice, wint nu opnieuw. Dat is toch geen gewone. Een goede tijdrijder ook. Voor zoiets te zeggen. Maar hij deed dat dus. Ja. Ja. En dan de volgende keer ga je dan ook niet zeggen tegen hem van, ik zou dat nu toch niet meer zeggen zo, van die dingen. Van, als hij dat zegt, is daar waarschijnlijk over nagedacht. En, ja. Ja. Wat mij opvalt, ik heb hem ook vrij snel, uiteraard, omdat we hem heel snel opgepikt hebben als media, maar als junior geïnterviewd. En de maturiteit waarmee dat die interviews gaat, die snapt hem dat dat werkte. Dat is de journalist, dat is zijn rol. Ik geef dat soort antwoorden. Dus precies of dat hij in een vorig leven al een keer coureur geweest is, heb ik altijd een indruk. Maar hij is voetballer geweest, hè. En maar hij heeft gewoon, ondanks het feit dat hij super jong is, heeft hij een aantal kwaliteiten. Eén daarvan is keihard met de fiets rijden. Dat is wel heel belangrijk als renner. Ja. Maar daarnaast heeft hij nog een aantal dingen en die maturiteit is er zeker één van. En hij heeft eigenlijk geen jeugd gehad. Hè. Dus hij is begonnen als voetballer, dat is onmiddellijk vrij professioneel gegaan. Hij is coureur geworden, dat is onmiddellijk heel professioneel gegaan. Hij is nu prof, hij is super professioneel. Veel meer dan eender wie die ken. En het voordeel van niet te weten wat dat is om of op stap te gaan of veel plezier te maken met vrienden, is dat je ook die verleiding niet kent. Dus dat interesseert hem ook niet. En dat is een voordeel ook op die leeftijd. Hij denkt daar niet aan. Dat staat niet in zijn woorden ook. Ja. En het feit, ik kan alles, maar stuurvaardigheid en zo, dat is op een bepaald moment wel eens zo, omdat hij laat beginnen koersen is. Is dat iets, effectief iets wat je, jij bent iemand die daarom bekend staat, wat je hem nog, waar hij nog progressie kan maken? Hij kan er progressie in maken, hij zal er ook progressie in maken. Hij heeft er ook al heel veel progressie in gemaakt. Dus ik vind van mezelf dat ik, zonder te willen stoeven, maar een van de betere dalers ben. Ik kan niet zeggen de beste, zeker niet. Maar toch een van de betere. En ik weet, met hem op stage, als we waren met twee op stage, bergaf, als hij voor mij zit, geen enkel probleem. Dat ik zelf soms ook serieus moet mijn best doen om hem bij te houden. Dus hij kan zeker dalen. En het wil misschien dat hij daar nog een klein beetje vertrouwen mist. Afhankelijk ook bij wie dat hij in het wiel zal zitten. Peloton rijden, ja. Er zijn veel klimmers die net iets minder in een peloton rijden. Ik vind ook niet dat hij daar, dat hij dat slecht doet of zo. Maar dat is ook door veel te koersen. Mijn eerste koersen zijn ook altijd iets minder dan als ik anderhalve maand terug bezig ben. Ik laat mij ook iets vlugger wegzetten. En de keer daarna denk ik van, dat gaat mij toch geen twee keer overkomen. En toek, en dan zit hij daar terug. Dus plus ook dat hij in een bepaalde, hij heeft die status al. Dat je dat toch niet meer zomaar je schouder gaat tegenzetten. Ook niet, hè. Als bij mij, als Froome naast mij rijdt, of Bernal, of noem maar op, Pogačar. Ik ga er echt niet tegen gaan duwen. Hè. Je geeft die man een beetje ruimte. Dat is gewoon een soort. Napolitano zou dat niet doen. Maar. Napolitano zou ik me wel een keer tegenzetten. Ja. In de Humo had hij een interview deze week. En een van de vragen was: zijn er nog mensen die nee zeggen tegen jou? Ik vond dat een goede vraag. Maar jij bent blijkbaar iemand die er hem op wijst van: Remco, een tandje minder is ook goed. Ja, ik vind dat ook nodig. Ja. Ik heb het ook in die vorige dingen aangehaald. Als iedereen constant zegt hoe goed dat je bent en u en alles enkel het goede benadrukt, dan ga je daar ook u naar aan gedragen. En ik heb daar nu niet echt schrik bij. Hij is wel nuchter, maar toch is dat wel iets dat af en toe moet er toch wel een keer iemand toch nog een klein beetje tegenwind geven, vind ik. En ik doe dat niet expres, van als er geen reden is om het te doen, moet ik het ook niet doen. Hè. En het is ook niet dat dat constant zo is, maar zo af en toe een keer zeggen van, boah, dat zou ik toch niet zijn of niet doen, of let daarmee op. Ja, ik vind dat wel nodig. Ik denk dat dat ook wel, door hem ook, het maakt niet uit, door de ploeg ook wel, dat is gewoon nodig dat af en toe zo is. Niet alles,
wat hij zegt is juist. En niet alles wat hij doet is goed. Hè? Bij niemand van ons. Mm. Dus dat iemand hem dat ook kan zijn waarvan dat hij het ook accepteert. En als hij dat bij mij heeft, moet hij mij dat ook zijn. Ja, dus, ja, we liggen ook dikwijls samen op de kamer. Dus dat zijn zo kleine dingetjes. Dat is geen probleem. Ja. Zijn er zo bepaalde dingen die hem echt kan bijbrengen, ook naast de koers, of aangezien dat je kamergenoot bent? Niet zoveel eigenlijk. Hij is echt wel goed omringd. Hè. Hij heeft echt een volledig team rond hem. Wat toch Hans anders was in het verleden, denk ik. Met een bodem bijvoorbeeld. Ik denk dat pas later gekomen is. Maar hij heeft dat gewoon al. Hij heeft dat ook zelf gecreëerd. Dus nee, er zijn maar weinig dingen. Hè. Maakt hij hem zorgen over het feit dat die klimtrein die voor hem gekocht is, zo Almeida, Maurie van Zevenhand, die gasten zijn misschien die rol al ontstegen op dit moment? Ja, maar dat kan alleen maar goed zijn. Hè. Dat zorgt ook voor motivatie. Dat is hetzelfde in de ploeg voor de klassiekers. Je hebt mannen die eigenlijk aangenomen worden met een taak als knecht, maar die bewijzen van ik ben beter dan knecht. En die het niveau van Hans de ploeg optrekken. Dat was zo in de klassiekers. En dat is, iedereen verbetert graag, hè, en wil ook tonen dat hij meer kan dan dat. En dat is hetzelfde met die mannen. Maar effectief, wat Almeida doet, is ook wel indrukwekkend. En om daar dan opeens gewoon de knecht van te maken bergop, dat gaat moeilijk zijn. Maar je kunt ook, kunt daar ook een beetje een win-win in doen. Hè. Zou wel een bepaalde rekenoefening aan te pas komen. Of toch je hoe moet nadenken dat je het doet. Maar als je hem echt gaat moeten leegrijden, zou dat wel een keer... Dat zou wel kunnen dat vroeg of laat een keer een probleem heeft. Ja. Wat niet meer dan logisch is. Hè. Dat is ja. Iedereen begint met koersen om te winnen. Hè. Uh-huh. Zeker omdat hij ook toont dat hij ook kwaliteiten heeft om dat te gaan doen in de toekomst. Dus, ja. De 10-op-10 quiz. Iljo, in de koers moet jij alleen maar demarages beantwoorden. En GP, normaal gezien stel jij de vragen, maar nu ga ik één vraag stellen. En ik verwacht van jullie 10 correcte antwoorden. Wie faalt, wordt gedeclasseerd door de jury. Eén keer raden wie de ploeg, en we zijn dus maandag voor Milan Sanremo, op dit moment de meeste zegens heeft geboekt dit seizoen in de World Tour. Welke ploeg? Koenig-Quickstep. Ja. 10 om precies te zijn. Dus ik wil van jullie de namen horen, telkens gekoppeld aan een koers. En bij etappekoersen ook nummer van de etappe erbij. Is het nummer verkeerd, dan krijg je een half puntje. Dus we gaan beginnen. ja, ik zie je pier al in kramp trekken. Iljo, jij mag beginnen. Ja, een naam en een koers die jij gewonnen heeft. Ballerini, Tour de Provence, eerste rit. Yes. Juist. Ik ga voor Ballerini, Omloop het Nieuwsblad. Correct, ja. 1-1. Iljo? Ballerini wint ook nog een rit in de Provence. Ik denk de laatste rit. Ja, ik heb hier staan de tweede rit. Ik hoop dat mijn voorbereiding klopt. Dus half puntje. Ja, ik was er niet zeker. Ja, oké. Okay. GP? Ik ga naar Sam Bennett moeten overstappen. Volgens mij, Sam Bennett, Paris-Nice, zesde etappe. Sam Bennett, Paris-Nice. Ik heb hier vijfde etappe. Ah, half puntje. Sam Bennett, Paris-Nice, als we daar dan toch zitten, maar heeft de eerste rit gewonnen. Ja, dat is een volledig punt. Dus eventjes 2,5 voor Iljo en 1,5 voor GP. Ja, we gaan verder. Tellen is moeilijk. Julian Alaphilippe, Tirreno, Adriatico. Derde etappe. GP, tweede etappe. Ja, journalist. Oké, okay. Iljo. Sam Bennett, UAE Tour, eerste rit. Nee. Shit. De vierde rit. Oké. Okay. Ja, dus een half puntje. GP. Bajoli, Droom Classic. Ja, dat is een goeie. Direct een volledig punt. Oké, okay, dus we zitten hier aan 2 voor Iljo en 3 voor GP.
Elio. Oké, dan pak ik een makkelijke. Mauri van Sevenhand, GP Lanciano. Ja, die, ik had echt gedacht dat je die al ging gezegd hebben. Ja. Nee, dat was mijn volgende. Ik zit in de problemen. Ook weer een punt erbij. Elio heeft echt het antwoord dat op mijn helemaal vooraan zat weggenomen. Die wint er dan nog, Koes. Zijn we rond met Sam Bennett? Ik denk het wel. Maar geen vragen stellen, hè. Dus GP, aarzeling. Ja, Cavagna had een paar keer moeten winnen. Ja. Nee, ik geef op. Ja, 3, 2, 1. Ilio, maak het af. Sam Bennett wint nog een rit in de UAE Tour. Ja. De vierde rit hadden we al. Ja? Volgens mij... ik zou zeggen... Tweede rit? Nee. Zesde rit. Zesde rit, ja. Maar goed, een half puntje erbij voor Ilio. Ik ga even tellen, hè. 1, 2, 3, 4. 4,5 voor Ilio. En ja, GP... 1, 2, 3. Oké, maar verdienstelijk, hè. Dat is niet slecht. Zeg, Sam Bennett, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Ja, ook vrij indrukwekkend. In de UAE Tour heb jij ook een rol in zijn zegens gehad. Want ik vraag me af, iedereen heeft het nu over Morkov, hè, indrukwekkend, lead-out enzovoort. Maar ja, je hebt daar ook een rol in, hè? Ja, maar toch, de rol van Morkov moet je daar echt wel niet in onderschatten. Want bij mij is het dikwijls... bij mij vragen ze gewoon om de trein op de rails te zetten. Dus om de juiste moment naar voren, ervoor te zorgen dat... Bijvoorbeeld in UAE Tour was dat dan Archbold in mijn wiel en Morkov daarachter en dan Bennett. En ervoor te zorgen dat zij eigenlijk nog geen trap moeten geven tot bij het binnenkomen van de laatste kilometer. Maar dan nog ga je soms zien dat Morkov niet volgt. Of dat hij meegaat tot, ik zeg maar iets, laatste kilometer, anderhalve kilometer. Dat hij dan even niet volgt. En dan komt hij op een of andere manier daar toch terug om 9 keer op 10 het juiste te doen. Hmm. En 9 keer op 10, dan ben ik nog kritisch, want het zou ook 9,7 keer op 10 het juiste kunnen. Ik denk dat hij eigenlijk nog maar heel weinig fouten maakt. En als het er een keer iets misgaat, is het dikwijls omdat er een keer een kwak gegeven wordt of dat Sam een keer niet heeft kunnen volgen of zo. Maar meestal doet hij echt wel. Hij blijft kalm, hij heeft overzicht en hij heeft ook ruimte. Ze geven hem ook ruimte, omdat iedereen weet van wat dat hij doet is juist. En achter hem zit mijn beste sprinter. En als ik daarachter zit, kan hij misschien niet kunnen kloppen, maar kan toch tweede zijn. Dus die ruimte die hij daar krijgt in dat gevremel richting sprint, ja, die is zo belangrijk. En als hij de ruimte niet krijgt, dan zorgt hij ervoor dat hij het toch krijgt. En dat ook meestal nog op een zeer nette manier. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen. Er is al heel veel lof gegeven aan Morkov. Maar hetgeen dat hij doet is gewoon ook fenomenaal. Dus het is ook niet meer dan logisch dat hij die lof krijgt. Hetzelfde deed hij met Viviani. Hij is gewoon de beste in dat werk. En dan heb je Sam die vertrouwen gekregen heeft, eindelijk. Want dat is een beetje zijn zwak punt. En die hem volgt, die Morkov volgt. En die gewoon de power heeft om die sprints af te werken. En die eigenlijk op dit moment enkel kan geklopt worden door... ik ging zeggen McEwen. Kumerlier? Ewen. Sorry. Die... En hij heeft er een sport van gemaakt om dus te proberen in de laatste kilometer het spoor van Bennett te vinden, daar zo lang mogelijk te blijven zitten, en hij is diegene die er nog over kan. Als hij volledig uit de wind zijn slipstream heeft... Hij kan hem nog passeren, maar voor de rest eigenlijk... één keer gebeurd is. De laatste rit dat hij is het gelukt om die slipstream te geraken. Ja. Maar het opvallende is wel dat hij een late roeping is in die job, Morkov. Want hij is daar maar mee begonnen in 2016 bij Katusha, blijkbaar. Ja, hij deed hij dat voor... Of zo. Ja, hij heeft dat vrij laat beginnen doen, denk Katusha, met Christophe. En hij is er eigenlijk steeds in verbeterd. En als je dan naar wattages gaat kijken... Dan heeft hij niet die super hoge wattages, wat eigenlijk ook niet echt nodig is als lead-outman. Hij heeft gewoon Langgerekt, hetzelfde. Heel hoog, maar zonder piek.
Dus ze vroegen mij van, allee, als Morkov nu zelf moet sprinten, zou hij dan de sprints winnen? Nee. Hij zou wel kunnen meedoen voor vierde, vijfde plaats, goed geplaatst, eraan beginnen. Maar die absolute topsnelheid die je nodig hebt om die sprint dan ook nog echt effectief te winnen, die heeft hij niet. Maar hij heeft wel het voordeel dat hij hem zeer goed kan plaatsen en het juiste moment ook vindt om zijn ding te doen. En soms is dat gewoon Sam ergens afzetten als hij voelt van, we hebben hier een man tekort en ik zit hier al 1,5 kilometer in de wind en ik heb die push niet meer voor die laatste 400 meter, ik kan dat niet doen. Dan zet je hem af in een goed wiel, wordt hij perfect gebracht en komt er niemand kwakken en heeft hij iemand voor hem tot op 400-500 meter van de meet, dan kan hij dat zelf doen. Maar hij past hem zo gemakkelijk aan, zon en een ander volgt en ze hebben daar geen woorden voor nodig, dat is wel super belangrijk. Volgens Lefevre zijn de beste lead-out mannen geen sprinter geweest. Ja, omdat die werken anders dan een sprint toe, die echte sprinters. Uh-huh. En terwijl dan een lead-out man meer dan moet kunnen van een lange, gerekte, stevige inspanning. Een goede lead-out man zou ook iemand kunnen zijn die sprints wint, maar die eigenlijk geen sprinter is. Uh-huh. Bijvoorbeeld, Tom heeft veel sprints gewonnen, maar was niet echt een sprinter. Was gewoon oersterk. Ja. Zelfs eigenlijk een beetje met Christophe. Gewoon een sterke... Ja. Dat zijn natuurlijk sprinters, maar die hebben ook niet die versnelling van Ewan of... En een bovenlichaam waar je goed achter kunt wegstoppen. Ja. Is er nog een kans, of hoe groot, ik zal het zo zeggen, hoe groot is de kans dat we op het eind van het seizoen Mark Cavendish aan dit lijstje mogen toevoegen? Ja, zeker een koerswinnen van het jaar. Ja? Ja, zeker. Oh, mooi. Zegt dat zo echt overtuigd? Ja, hij had vorige week al moeten winnen, is misschien makkelijk gezegd. Ik denk dat Merlier daar ook zeer sterk en zeer slim was. Dus dat was misschien... Vorige week was in de GP Montserrat. Dus dat is dan niet gelukt. Maar hij is gemotiveerd en hij is bezien op training dat hij snel is. Dus als hij goed naar de meet gebracht wordt en het zit een beetje mee, gaat hij zeker winnen, ja. Geloof jij erin, GP? Ja, ik ga Ilio niet tegenspreken, maar hij had veel beter... Oh, dat mag, hè, want... Toch? Ja. Maar hij had daar veel beter zicht op hebben. Maar denk je dat hij in de World Tour gaat winnen? We zullen beginnen met gewoon een koers te winnen. Ja. Dat is al een begin. Maar ja, afhankelijk van de tegenstand... Wie gaat er aan hem gekoppeld worden als lead-out, of is dat niet echt een vast iemand? Ik denk dat op dit moment nog niet zo een vast duo is, zoals dat wel het geval is bij Morkov. Maar stel je voor dat ze een koers samen kunnen doen en dat Morkov hem kan een keer brengen, bijvoorbeeld. Dat zal zeker wel een keer gebeuren dit jaar. Dat wil ik het toch allemaal nog wel zien, ja. Ja, kleine disclaimer. We spreken over Cavendish en de zegens, maar deze podcast wordt op maandag opgenomen. Er is nokere koersen en handsamen. Mm-hmm. Hij rijdt... Ik rijd ze alle twee, ja. Hij rijdt ze ook alle twee. Ja, dus wie weet. Hè. Ik heb parcours gedaan van Nokere. Ik heb dat gisteren gedaan op training. Nokere zal in mijn ogen, tenzij dat de wind echt verkeerd zit, ga geen massaspurt zijn zoals vorig jaar. Dat parcours is verzwaard. Nee, zie ik niet gebeuren. Okay. Dus daar acht ik de kans al eerder klein. Ja. Maar je weet nooit dat dan toch een massaspurt is en dat hij er zit. Maar ook daar denk ik niet dat dat echt zijn best is om daar te sprinten. Ik denk dat meer voor een sprinter is die ietsje groter is, ietsje zwaarder op die stenen. Dus die hoog vermogen kan halen, maar ook stevig is op die kasseien naar boven. En de Kev daar net iets te klein voor is, dus dat is een moeilijk. En ook handsamen is volledig veranderd. En dat is met twee lussen nu in de heuvelzone. En lijkt dat er al Hans de laatste week wind is en regen. En dat wordt waarschijnlijk ook doorgetrokken tot dan een beetje. Ze gaan ook nog door de moeren en terugkeren. Dus ook daar verwacht ik eerder een slagveld dan een massaspurt. Oké. Okay. Dus dat zijn twee, denk ik niet, dan dat echt grote kansen zijn voor hem. Nee. Oké, okay, en dan een vraag waar we minder door de actualiteit kunnen achterhaald worden. Wie wint Milan Sanremo? GP, jij mag nu beginnen. Ah, ik moet altijd een beetje interessant maken. Ik kan niet de meest evidente naam geven. Dus ik ga voor Filippo Ganna. Filippo Ganna? Ja. Zo een Cancellara-stijl overwinning. Ja. Ik hoop dat Ilio mij bevestigt dat dan toch een... Kan het? Is het kletst uit zijn nek, GP? Of zeg je van... Nee, dat is een supersterke renner. Ik zou hem er nu wel nog niet op zetten, maar het is wel iets dat hij zeker moet kunnen in de toekomst. Ja.
Maar hij, is, ja, hij kan het sowieso. Ja. Dat is ook een, okay, echt een beest, ja. Maar ik kan het niet volgen. Maar toch goede gok, GP. En daar valt geld mee te verdienen, hè, met zo'n dark horse. Idio? Ja, het makkelijkste is Wout of Mathieu zijn, want een van die twee zal hoog. Ja, maar daar kan je weinig geld mee verdienen. Winnen, maar ja, oké, okay, als we gaan voor geld te verdienen... Tim de Klerk. Ja, ja, dat is... Nee, gaan binnen zijn. Nee, ik ga iemand nemen uit eigen ploeg. Ja. Die snel is, die de neuvel overgeraakt. In eigen land, Ballerini. Oké, goed. Genoteerd. Genoeg gepodcast voor vandaag. Nu is het aan de renners. Hè. In okere koersen, handsamen. Ilio, jij. En dan Milan Sanremo, kijken. Ja, merci om te komen. Merci om ons uit te nodigen, Ilio. Was echt fantastisch. Ja. Graag gedaan. GP, jij ook bedankt. Was jouw tweede podcast. Wat vond je van? Stijgende lijn? Ja. Ik... Probeer beter te worden. Ja, zeer goed, zeer goed. Speciale dank ook aan Skoda, de Koning Quickstep, het Nieuwsblad en uiteraard Ronnie en Café de Karper. Op 1 mei komen we een pint drinken, Ronnie. Volgende week zeker luisteren, want dan hebben we iemand die een van de hoofdrolspelers in dit voorjaar heel goed kent. Rest mij nog te zeggen dat jullie ons kunnen bereiken met opmerkingen, commentaar, vragen, maar vooral ook lieve woorden, podcast@nieuwsblad.be. Tot volgende week. Het Nieuwsblad. De koers is van ons.